Breda Nu. Je weet het meteen. Nou, Leon, hoe de winterstop zit al erop, joh? Ja, nou, het ging me niet snel genoeg. Nee? Nee, ik moest helemaal feestjes gaan zoeken in het weekend om een beetje in het ritme te blijven en zo. Maar, wat een straf. Dat was echt een hele straf. Nee, we hebben ons best gedaan. We hebben best wel leuke dingen te doen afgelopen weekenden. Nachtgerelateerde feestjes in Geelze en hier in de kroeg aan de haven, waar een leuke pubquiz was, overnacht. Dus, veel voorbereiding natuurlijk, hè? Ook op de derby waarschijnlijk. Zeker, inderdaad. Nou, daar zijn we wel even een poosje mee bezig geweest inderdaad, want we hebben wel wat gehad. Maar dit trainingskamp, hè? Ja? Daar had ik ook wel een beetje... Ben je mee geweest? Nou, nee, ik had daar gezat, ja. Lekker warm, hè, Spanje? Elke dag zon. Oh, heerlijk. Ik kan er helemaal niet tegen, hoor, met die kou. Nee, ik vind dat ook niks. Kun je beter een beetje lekker voetballen op natuurgras in Spanje? Ja, joh. Met zwembadjes erbij. De omstandigheden waren daar perfect, hè, zeiden ze. Ja. Maar, en qua tegenstand ook, ze hadden daar een hard getraind. Nog niet alle nieuwe spelers erbij. Ze hadden één nieuwe speler als erbij. Was die Karami, hè? Karami is er wel bij inderdaad. Maar ja, die heeft natuurlijk een half jaar. Ja, die heeft niks gespeeld. Heeft een paar minuutjes meegedaan in een bekerwedstrijd, maar verder niks gedaan. Dus je had weinig wedstrijdritme. Maar die hebben van Vitesse kunnen huren. Ja. Dat betekent concurrentie op allebei de backposities. Dat hadden we hard nodig. Ja, want het ding is uitgevallen, hè? Sporksleden. Sporksleden. Dat hij ook niet meer terugkomt dit seizoen. Die is afgeschreven voor dit seizoen. En, maar raad dat ze dan ook met Greg Lee, die begon toch wel op te leven. En die hebben ze toch ook op de nominatie gezet om te mogen vertrekken. Carolina, ook van de zomer in één keer overgekomen, mag ook in één keer weg. Dat had ik wel verwacht, maar ja, dat is het. Het is allebei niet geweldig voetbal. Maar ik bedoel, je haalt ze allemaal in de zomer, laat ze dan in ieder geval een jaartje of zo. Ja. Kijk, in Charlton had waarschijnlijk nog wel, die had natuurlijk belangstelling voor Greg Lee getoond. Nou ja, dat is Engeland, hè, die zullen 1 miljoen hebben geboden. Ja, ze wilden niet al te veel geld aan hebben, want ze wilden daar een vervanger hebben voor een geblesseerde speler. Ja, die is over een halfjaartje weer terug, dus ze wilden eigenlijk alleen maar huren. NAC wilde alleen maar verkopen. En dat doen ze daar nog niet aan. Maar ik hoop dat hij wel nog ergens aan de bak komt. In ieder geval dat hij speelminuten kan maken, want het is wel een mooie kerel gebleken. Het is wel echt geweldig. Dus een van de redenen dat NAC nog een opleving heeft kunnen beleven in de laatste maand van het jaar. Ja, een beetje kips in de kop, maar wel eentje met veel passie inzet natuurlijk. Wel des NAC's, hè? Ja. Dat wel. Nee, maar we hebben wel een goede winterstop gehad wat betreft oefenmateriaal. Ja. Tegen STVV Sint-Truiden, tegen die Belgen, gewonnen. Ja. Was, twee prachtige doelpunten ook. Ja. Van Muren en van Rosheuvel als we niet. Ja, Rosheuvel, die knalde nog even daar. Dat was wel zeer oké. Toen hebben ze nog een week voor hervatting van de competitie nog even tegen AA Gent. Dat kon wel het geheel uit de lucht vallen. Ja, stonden 0-2 voor. Ja. Dat was goed hoor. Maar ze schijnen alleen maar goed te kunnen spelen als ze. Als ze geen publiek hebben of zo. Hè? Ja, goed. Ja. Nou, weet je, het zou een goede voorbode voor de tweede helft van het seizoen moeten zijn. Ja. Maar er volgen nog wat wedstrijden in deze beslissende januari maand, waar we wat concurrenten gaan tegenkomen. Daar moeten we toch eens mee gaan afrekenen. Lijkt me ook. Ja. Ja, misschien dat Korte daar ook zo over denkt. Korte. Misschien dat we dan daarover iets te horen krijgen. Zou hij ook korte antwoorden hebben? We gaan het even zien. Leuk dat jullie weer kijken. Ik sta hier in Zundert met Giovanni Korte. En ik heb voor Giovanni een paar vragen, dus kies maar een kaart uit. Ja, dankjewel. Kunnen vliegen of onzichtbaar zijn? Wat zou je kiezen en waarom? Onzichtbaar zijn. Waarom? Ja, het lijkt me toch wel leuk om te zien. Om een beetje te kunnen spieken bij iemand die jou natuurlijk niet kan zien. Dus dat lijkt me wel leuk. Maar wat zou het eerste doen als je onzichtbaar zijn? Wat zou je dan als eerste doen? Of bij wie zou je spieken? Poeh, dat is een goeie. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien bij de aankomende tegenstander of zo tijdens een wedstrijd spreken? Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja. Nee, maar dat lijkt me wel leuk. Ja. Dat is wel leuk. Oké, okay. Mag er nog een kiezen?
tattoos of geen tattoos? Geen tattoos. Je hebt zelf ook helemaal geen tattoos? Nee. En wat vind je van tattoos in het algemeen? Van mensen die het hebben? Ja, ik vind het af en toe wel mooi hoor. Tuurlijk, sommige tatoeages vind ik wel mooi, maar nou, ik heb er zelf niet heel veel mee. Dus, zou je er zelf ook nooit een nemen? Nee, niet echt. Niet zo heel snel. Maar ja, ik vind het op zich wel mooi, maar voor mij hoeft het niet. Oké, top. Bij NAC op de bank of bij Willem II in de basis? Ja, dat is maar één wat goed is natuurlijk, hè. Bij NAC op de bank, zeker weten, natuurlijk. Ja, nee, dat is een logisch antwoord. Ja, natuurlijk, ja. En stel, er komt een andere club uit Brabant bijvoorbeeld. Zou je daar wel voor kunnen spelen of is het echt alleen NAC? Ja, dat weet ik niet. Dat ligt er natuurlijk aan hoe de situatie is. Maar ja, ik speel nu lekker voor NAC, dus dat is prima. Man. Ja, ik heb het zeker naar mijn zin, ja. Mooi, mooi. We gaan heel even tussenuit naar de supporter van de maand. En daarna zijn we weer terug hier in Zundert met Giovanni Korte. Menno, je bent de e-sporter bij NAC. Kan je ons vertellen wat het precies inhoudt en hoe je mee bent begonnen? Nou, het begon vorig jaar. Toen waren er online toernooien van NAC. Nadat ze promoveerd waren, toen moesten ze een e-sporter aannemen. Bij die online toernooien waren er 16 mensen uitgekomen uiteindelijk die naar de finale dag mochten. En daar was ik eentje van. Toen moesten we met NAC op gesprek met Bisset Rats en een potje nu tegen die van Heracles. En toen ben ik uiteindelijk uit de bus gekomen als e-sporter. En dat doe ik nu anderhalf jaar. En dat doe je met het spel FIFA. Speel je dat al lang? Sinds FIFA 2003 geloof ik, dus aardige tijdje dan ondertussen. En hoe word je nou van gewoon FIFA-speler e-sporter voor een voetbalclub? Iets te veel spelen, daar komt eigenlijk op neer. En al je vrienden verslaan? Ja, dat ook, onder andere. Ja. Je was eigenlijk de beste en toen dat werd gezien. En toen zei NAC, wij willen jou graag hebben. Ik moest me dus wel via die toernooien kwalificeren. Maar inderdaad, toen ik mijn vrienden iedere keer versloeg, dacht ik wel van, ik ga het eens proberen. En hoe gaat het in de competitie? Het gaat nog niet zo goed, maar het gaat vooral omdat ik NAC uitdraag hoe de club is. En dat eigenlijk bereid ik de kinderen een beetje voor op, of de jongere fans, op het leven van een NAC-supporter. Het is niet altijd even goed, zeg maar. En voor die jonge fans, heb je nog tips voor hun als FIFA-speler? Gewoon veel oefenen, kijken wat je zelf fout doet door terug te kijken en op YouTube kijken hoe de besten het doen. En wie is in de E-divisie, want zo heet dat geloof ik, de competitie, jouw grootste tegenstander? Dat moet wel die van Willem II zijn. Die moet ik natuurlijk verslaan. Die rivaliteit die blijft ook gewoon bij het FIFA? Voor mij wel in ieder geval. En de laatste wedstrijd tegen Willem II, heb je gewonnen? Vorig jaar wel, dit jaar eerste wedstrijd niet, maar er komt er weer nieuw aan, dus ik hoop me te kunnen reverseren. En dan komen al die spelers uit de e-sport competitie, die komen allemaal tegelijk daar samen en iedereen speelt dan tegen elkaar? Of is het echt één wedstrijd? We zitten dit jaar, doen we pools. En je speelt dan twee keer en dat telt dan als één wedstrijd, zeg maar. Dus ik zit nu in de pool bij Feyenoord, Groningen, Willem II, Excelsior en Fortuna. De afgelopen week is mijn eerste wedstrijd uitgezonden tegen Fortuna. En dan, dat telt dan, volgende week wordt dan die andere uitgezonden en dan dat resultaat op elkaar opgeteld en dat is dan één wedstrijd. En op zo'n wedstrijddag doen we dan vier wedstrijden, maar dat zijn dus eigenlijk twee wedstrijden. Welkom terug hier in Zundert. We zijn hier met Giovanni Korte en we hebben wat leuke vragen over hem. Roze of zwarte kiksen? Dan maar roze. Ja? Ja, roze. Kleurtjes eigenlijk bedoel ik daarmee, maar tegenwoordig is niks te gek en ik vind het zelf ook wel leuk om wat kleurtjes aan te hebben, dat is van nu. Want welke kleurvoelens van jou heb jij bijvoorbeeld vandaag aan gehad? Vandaag had ik zilveren aan, een beetje glimmende. Dus dat is van deze lijn eigenlijk van Puma. En dan komt er over een maandje weer een nieuwe lijn uit en dan draag je die eigenlijk. Dus, En wat vond je ervan dat er een beetje een discussie was ontstaan over dat voetballers allemaal de gekste kleuren schoenen hebben? Een aantal mensen hadden gezegd van ja, weet je wel, waar zijn ze allemaal mee bezig? Wat vind jij daarvan? Ja, kijk, dat is voetbal verandert natuurlijk en dat hoort er ook bij. Dus ik denk dat gewoon logisch is. Goed. Kies hem er weer uit. Pizza of een patatje met? Patatje met. Ik ben niet heel erg van de pizza. Wel van de pasta, maar pizza,
ik hou niet zo heel erg van kaas, dus, schieten vaak af en toe een patatje op zijn tijd kan gekwaad. Ja, want hoe doe jij het met je voeding? Is het mogelijk om als topsporter af en toe een patatje of zo te eten, of moet je echt strikt aan een dieet houden of iets? Ja, we hebben hier een diëtist ook en zolang je het maar in balans houdt, dan kan het wel af en toe natuurlijk. Maar er zit wel focus in natuurlijk, ook qua voeding. Want wat eten jullie bijvoorbeeld op een wedstrijddag als je s'avonds speelt? Veel aanvullen met koolhydraten. Dus bijvoorbeeld pasta of gewoon veel koolhydraten, aardappels, noem het maar op. Oké, okay. Dan mag je er nog één pakken. Een spectaculaire 4-4 waarin je zelf een hattrick maakt of een saaie 1-0 overwinning? Dan ga ik wel voor de saaie 1-0 overwinning. En waarom? Voor de 3 punten. Gewoon een resultaat. Ja, tuurlijk. Zeker weten. Ik denk zeker waar de plek waar we nu zitten, dat de punten heel belangrijk zijn. Dan zeker 3 punten. Ja, ik denk ook voor de mensen die jou zien als voetballer, jij bent wel echt resultaatgericht, weet je wel, maakt niet uit hoe. Ja, dat zeker. Ook? Ja, zeker weten, klopt. Ik doe alles voor het team en probeer belangrijk te zijn. Dan zou ik beter voor de 3 punten gaan. Ja. Oké, dus jij gaat voor de 1-0 overwinning, 3 punten. Yes. Top. Nou, dat was Giovanni Korte deze maand. Wij gaan terug naar Leon en Rinse en volgende maand hebben we weer een nieuwe speler voor jullie. Ja, wij zijn in ieder geval hartstikke scherper, hè, van onze spelers. Zo. Ja, als het team net zoveel actie vertoont als wij in het weekend voor de derby hebben gedaan. Dan hadden we niet van Willem 2 hoeven te verliezen. Zo. Ja, dit was niet normaal. Ja, ik heb daar wel even een katertje van gehad, dat mag je best weten. Ja. Maar ook gewoon de toewijding die je verlangt, die er echt wel voor de winterstop wel weer was. Dan denk ik van, nou hebben ze het weer te pakken of zo. En nou, de winst zit er wel onder. We hebben 5 wedstrijden achter elkaar, inclusief die oefenwedstrijden, niet verloren. Nee. Behoorlijk wat goede dingen laten zien, het begon wat te groeien. En dat ze dit op de mat durven te leggen, dat was waanzinnig. Ja, kijk, het is natuurlijk wel vervelend als je van 0-2 verliest. Ja. Maar dat je zo... Want Van der Gaak zei ook van, ja toch, van, jongens, hebben jullie hier zin in of zo? Nou, ze zorgen er ook uit. Ja. Gewoon. Dus ik zag het zelfs wel vallen. De helft wilde wel, misschien of niet, maar ja, die zijn zo beïnvloedbaar door de rest van het team. Als er eentje langs de zijkant staat te landballen en een halve voorzet geeft en de corners inschieten op enkelhoogte. Ja, en geen duels aangaan en alle tweede ballen waren allemaal afvallende ballen waren allemaal voor Willem 2. En dan heb je zo'n tevreden, die doet zijn best, maar ja, die kan natuurlijk in zijn eentje ook gewoon niks. Die was onbereikbaar. Het was echt, ik heb echt ook wat te doen met hem gehad, gezegd zelfs. Inderdaad, als hij de ballen had, hij heeft één bal gigantisch overgeschoten, maar vanuit een mogelijke hoek aangespeeld, die gaan wel 1 op de 100 keer gaat zo'n bal er wel in. Ja, tegen Heerenveen ging die toevallig in de kruising. Ja, precies, die kwam net goed uit, maar zo'n bal, maar dat veld was ook slecht. Ja, ik heb ze zien uitglijden en dat polletje waar Van Leer zich bijna even slikte. Die bal wipt erop. Dat kun je niet heel veel aan doen. Dat gebeurt wel eens een keertje. Hè? Al die factoren die gaan allemaal in die koppen spelen en dan zijn ze mentaal nog zo fragiel dat ze daar niet meer van terugkomen. Maar voel je nou Rosheuvel goed spelen? Nee. Die heeft zoveel potentie, maar die leunt nog een beetje op zijn statistiekjes van zoveel assists en zoveel doelpunten. Dat is niet gezond hoor. Maar ondertussen nog geen duel aan durven gaan. Elk kopduel wat eraan drijft. Terwijl hij wel de body in principe heeft. Het lichaam heeft hij wel, maar hij kan volgens mij ook een eindje springen, maar het is gewoon niet zijn shirtje zo helemaal. Ja, hij heeft ook geen bal fatsoenlijk aangenomen, geen paasfatsoen gegeven. En het is al een paar weken zo met hem. Ja, we moeten wat dat betreft een heel slecht weekend met de concurrentie. Alles loopt weg. Godzijdank dragen we niet de rode lantaarn, maar nog steeds de gele lantaarn. Dankzij het doelsaldo, want we staan nog gelijk met de Graafschap. Met de Graafschap. Nee, die komen er binnenkort ook weer aan, hè? Ja, die krijgen we ook. Dat is een van de volgende wedstrijden. Daar komen we best wel concurrenten aan. ADO thuis. Is vanavond ADO inderdaad. Vanavond ADO thuis. Het is nu vrijdag. En dan komt de Graafschap uit. Dan AZ uit. Thuis AZ. Ja, dat heb ik ook mee gedaan. Dan krijg je hem ook weer lekker daarna voor bezoek in de Amsterdam Arena. Ja, precies. En dan Ajax. En dan thuis Groningen, weer een... is dat intussen nog een concurrent? Nee. Tegen die tijd ben ik bang van niet meer, hoor. Zullen we eens even een inschatting gaan maken hoeveel punten we gaan halen in de komende 4 wedstrijden? Ik hoop dat wij in ieder geval de volgende maand nog minimaal... in ieder geval geen 18e staan.
En dat de congressie het dat we de graafschap goed hebben afgerond. Want dat is wel een sleutelwedstrijd. Oh, ja. Ga je er naartoe? Ik ga er wel een biertje drinken daar. Lekker man. Zullen we ook maar doen. Proost.